Lieve kijkers en luisteraars van De Eerste de Beste, de podcast over de keukenkampioendivisie. Daar zijn we weer. Joopie Buit, Ferry de Bond en mijn eigen persoontje. Dinsdagavond 13 september, podcast online op 14 september. Kijk. 6 uur in de ochtend. 6 uur in de ochtend, ik zit al klaar. Ik luister het graag dan meteen even terug. Joop. Ja. Hoe is het? Nou ja, goed, maar ik heb vandaag gewoon bijna in mijn broek gescheten. Bijna, mensen. Ja, maar zeg nou, ja, maar figuurlijk of letterlijk? Letterlijk. Ik was in het Haagse Bos met die kleine van me, in het Huttenbos. Ja, ja. Maar ik begin mijn dag echt met een slootkoffie, hè. Want ik ben iedere dag ben ik om 6 uur wakker. Mm-hmm. Op woensdag is dat lekker, want ja, ik kan gelijk podcast. Die podcast aanslingeren. Juist. En ik loop in het Haagse Bos en ineens, boep, het zakt naar beneden. En ik dacht bij mijn eigen, oké, mensen, rustig blijven. Maar op een gegeven moment, ik denk, nee, ik ga naar huis toe. Maar dus ik zet die kleine weer in de buggy, lopen. Maar ik dacht toen echt bij mezelf, dit ga ik niet redden. Nee. Oh. Zweetaanval. Mm-hmm. Zie hem al lopen met die kleine. Ik denk, dit ga ik echt niet redden. Ja, ik moet zo verschrikkelijk schijten. En toen dacht ik in één keer, hé, daar verderop heb je een speeltuin. En daar staan drie van die Dixies. Maar ik heb daar nog nooit, en daar kom ik wel eens, maar ik heb daar nog nooit mensen naar binnen zien gaan. Ik denk, ja, ik ga erheen. Ik ga er toch er echt op wagen. Mm-hmm. Anders heb je daar wel een borstje. Ja, dan ga ik daar maar zitten. Want het was echt bizar. Mm-hmm. Het was echt bizar. Dus ik kom er aanlopen zo, zwetend. Gelukkig zag ik niemand nog bij dat speeltuintje. Mm-hmm. Ik trek het deurtje open. Ja hoor. Dixie open. Ik zet Lou in die Dixie. Ik ga zitten. En ik doe woep, woem. En ik gooi het alles eruit. Die hele zak daarna open. Dat was een opluchting, jongen. Dat was een opluchting. En het mooie was, ik was met jullie even aan het appen ook net ervoor. Ja. Ja, ik heb nou een verhaal, jongens. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het was echt, als die Dixie niet open kon, dan was ik echt de Sjaak geweest. Dan had je gewoon was je broek ik echt gescheten. De Sjaak geweest. Maar je bent in het bos, zeg je. Ja? Nou, dat is toch geen enkel probleem. Je kunt er overal scheiden. Ja. Ja, maar het is wel allemaal te zien, weet je, in het Haagse Bos. Ja, maar ik ga er juist naartoe vaak naar het bos. Als ik ga scheiden. Ja. In het bos is het toch al te zien en gezien. Ja, precies. Het nou? Maar het ging. Maar, het was maar echt... je had ook de spullen mee toch om je reet mee af te nee, dat, nee, dat had je geen luie tas mee. Dat hoeft niet meer met die kleine. Dus de gemeente De Haag met die Dixies, die hebben mij echt gered vandaag. Oké. Nou, tot zover het positieve nieuws uit Den Haag. Ver, heb jij nog iets over bijvoorbeeld The Queen te zeggen? Over de Queen. Ja, ik heb vernomen dat ze dood is. Ja. Dus. Ja, klopt. Dat heb ik ook in de nieuws gezien. Ja. Heb je dat niet bij de Daily gehoord ook? Nee, bij de Daily niet. Hè? Dat mis ik af en toe. Nee, eens, ja, mensen vonden mij. Gisteren hebben we het ook besproken. Onder andere over dat Arsenal PSV niet doorgaat. Maar dat is echt een onderwerp voor jou. Dat de Queen dood is. Nou, ik daar ben zei, je de hele dag mee bezig. Ik zei, ik vind het wel raar dat drie weken een land op zijn reet ligt. Omdat er eentje van 96 er hoofd op neergelegd. Ja. Toch? Mm-hmm, ja, dat vind ik. Ik vind toch dit wat het is wat bij de kern, maar. Maar ik denk wel, kijk, stel dat er een hier namaals is en de Queen is daar gearriveerd. Ik denk dat ze dan wel heel erg blij is dat pak een beetje Barnsley tegen Wigan is afgelast. Ik denk dat haar wel goed doet, toch? Dat denk ik wel, ja. Ja, die zit van boven heel tevreden te kijken. Ja, dat kan natuurlijk niet anders. De Queen. Ja, voor de rest heb wat ik er niet zoveel. Stel nou dat jij doodgaat en jij zou een afscheidstournee doen met je kist. Waar zou je dan allemaal langs willen? Zandplein. Ja, gewoon een Zandplein. En dan zijn we er wel, hoor. En dan, jongens, weet je, jullie hoeven maar 1 week even geen podcast op te nemen. En de week daarna gewoon weer lekker knallen. Vind ik ook. Ja, mogen we geen eerbetoon podcast of zo doen? Nee. Aan jou. zodat jullie al mijn nummers gaan draaien. Nou, bijvoorbeeld. Nou, al jouw goede grappen gaan we dan doen. Ja, nou ja, heel kort programmaatje. In Den Haag hebben we ook de Queen, hè. En die zit in Diana's Secret. Oh, Barbie. Oh. Ja, dat is de Haagse Queen. Dat is de Haagse Queen. Ja, jongens, jullie kennen mij. Ik ben een, wat zou ik zeggen? Ik ben een troubadour. Ik ben een verhalenverteller. Ja, 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 ja. En ik hou ervan juist om verhalen rond te maken. Weet je, verleden week hebben we natuurlijk gezegd. Barbie werkt in een sekshuis. Diana's Secret. En om het verhaal rond. En toen hadden we nog het gesprek met Mario Bilate. Dat was als het ware het tussenstuk van het verhaal. En nu de clue. Want er is een recensie geschreven over Barbie in Diana's Secret. Is geschreven door Daan 020. Ik vind het een slechte pseudoniem voor Mario Bilate. Kan je beter verzinnen, Mario? Het is inderdaad Barbie zoals we haar kennen. Tijdens de date komt ze arrogant over. Ze heeft geen plezier. Ik ga het even wat dichter. Ik heb slechte ogen, jongens, sorry. Ze heeft geen plezier erin. En het komt allemaal gemaakt, gespeeld over. Had voor 1 uur geboekt. Hoe duur was dat? 165. Juist. Helaas, door de drukte en opfrissen, et cetera, was het maar een date van 45 minuten. Oh. Pijpen was oké. Oké, okay. Nou, maar dat is wel lekker. Maar geen deep throat.
Dus Ferry, dat is... Maakt voor mij geen verschil. Ja. Zoenen doet ze zonder tong. Hygiëne komt beter. Maar ja, waarschijnlijk is ze dus constant volgeboekt. En is daar weinig tijd voor. Omdat de volgende klant alweer wacht. Ik vind het wel mooi dat hij ook gewoon voor haar denkt. Ja, ja, ja. Weet je, dat, ja, het is niet te erg. En er komt straks ook een conclusie, ja, zeg maar, voor haar businessplan. Beffen geprobeerd dat je een hoer gaat beffen. Ja, vind ik al dubieus. Oké, dat, ja, dat is, heb ik ook nog nooit van gehoord trouwens. Beffen geprobeerd, maar ik sloeg snel over. Het rook niet oké. Oh. Tijdens het vingeren en de seks was het gekreun erg nep. Haar dirty talk sloeg nergens op. Wat denk je wat ze zou zeggen dan, Lars? Jo, buiten bijna zijn broek gescheten vandaag. Hoe dirty wil je het hebben? Ja, geen idee, Pik. Meerdere standjes geprobeerd. Seks was prima. Nou, dat is mooi. Helaas geen strakke vagina meer. Oh. Het komt allemaal fake over. Ze straalt geen plezier uit. Daar gaat het werk wel om, hè. Fun, plezier. Dat is wat wij uitstralen. Voor mij geen herhalingsgevaar. Dus het is, nee, ik weet het. Hij, want hij, ja, het is gewoon een gevaarlijke vent, Daan 020. Diana's Secret heeft betere dames. En dat is het geld helemaal waard. Het is gewoon een tophuis. Okay. Oh, dus daar ligt het. Dat wel. Maar Barbie, ja, gemiddeld. Maar de seks was wel oké. Okay. Ik vind het wel mooi dat hij gewoon... Moet je nagaan. Ja, dan ligt hij Barbie te beffen. En dan denkt hij van, ja, wat vind ik hier nou eigenlijk? Hij zit dik aan die recensie. Ja, dan zit hij zo... Wat ga ik hierover zeggen? Nee, het is niet oké. Okay. Het is niet oké. Okay. Nee. Maar jij zegt van de Queen... Ik denk dat Queen Elizabeth wel betere recensies heeft. Hè? Dat, ja, de man was al een wijze vreemdgaander, hè? Oh ja, oké. Okay. Ja, dat spreekt daar weer niet van. Ja, Philip was een vreemdgaander. Ja. Ja, jongens. Ik wil zeggen, dat gebeurde bij onze royalties toch ook? Dat zijn ja, ook, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar even gewoon één vraagje. Nou ja, die Bernard natuurlijk wel. Ja, dat bedoel ik. Maar even één vraagje, hè? Want ik zit het allemaal te aanschouwen. Mensen zijn helemaal 2 weken lang helemaal kapot. Hè? Helemaal ziek en rouwen. In Engeland heb je in Engeland. Jij bent er echt mee bezig. Nee, maar luister. Kan jij je dat voorstellen dat als hier in Nederland gebeurt, ben je er dan een dag ziek van? Nee, nog geen uur. Nee. Nee, dat de Beatrix overlijdt als ze 96 is. Dat is een hele lieve vrouw. Maar ik bedoel... Het blijft net waar je wiegje staat. We zitten gewoon naar een poppenkast te kijken. Ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens om. Nee, dat was natuurlijk in Noord-Korea. Was dat, toen lag die Kim Jong-un zo slecht of zo. Maar dan moet je wel raar. Ja, toen waren ze verplicht om 4 dagen te huilen. Hè? Ja. Gewoon met tranen. Hè? Daar werd op gecontroleerd, zeg maar. Te weinig tranen. Ja. Ja. Nee, ik vind dat heel bizar. Ik heb het verhaal van Barbie rondgemaakt. Ja, dat is gaan we nu door. Die hebben we daar. Gaan we door. Moeten we nog een match hebben in het draaiboek gezegd? Fuck de monarchie. Oh, bij deze. Nou, ja? Oké. Okay. Nou, ja, mensen. Ik ben redelijk koningsgezind, hè? Wel? Ja, maar ik vind wel dat er veel te veel geld naartoe gaat. Dat staat helemaal nergens op. Kijk, weet je. Maar wat slaat er dan wel in geld aan het koningshuis? Het koningshuis is er om toch het land te verbinden, om te inspireren. Nou ja, dat gebeurt al niet echt met onze koning Willem-Alexander. En het zijn diplomaten die misschien handel weten binnen te halen voor ons land. En zo mogen ze ook wel betaald worden. Maar er gaat nu zoveel geld naartoe. Dat is gewoon een grote schande. Ik vind, je hebt er helemaal geen ene klote aan. En daar ja, wij hebben menings over. Nou ja, ik vind er gaat inderdaad veel te... Het zijn toch niet mensen die tussen... Die mensen hebben toch geen idee. Die Willem-Alexander heeft in die coronatijd alles fout gedaan. Ja, ik herhaal, alles fout gedaan. Met die mooie boot van hem. Lekker naar Griekenland. Dat was een goed verhaal. Maar begrijp je? Ja, dus wat, dat was ook helemaal dus Willem gek, bij ja. deze... Ja. Voor mij hoeft het niet. Lars van Velsum, de grote presentator, is geen fan van je. Nee. Het enige wat ik ervan vind is dat hij eigenlijk boven zijn stand neukt. Hij neukt de maxima. Maxima, ja, toch? Niet de minima. Nee. Dat doet Rutte wel. Nou, dat terzijde. Crisis in Den Haag, Joop. Nou, dat valt wel mee. Wat is er allemaal... Ik ga even met deze vraag beginnen. Wat vind jij dat jezelf te verwijten valt voor de resultaten van ADO op dit moment? Ja, helemaal niks. Ik werk keihard voor het team. Mijn staf werkt keihard voor het team. Kijk, dat is het. Kan je mensen beter maken? Ja. Dirk Kuyt vindt zichzelf wel heel erg goed, weet je. En het lijkt erop in zo'n interview dat hij ook wel weinig zelfkritiek heeft. Ja, maar of dat is lijkt het om zeg maar het beeld vast te houden dat het gaat lukken? Snap je? Ja, maar natuurlijk. Hij wilt vertrouwen uitstralen naar zijn team. Dat wil hij. Alleen het komt wel een beetje bij Dirk Kuyt allemaal gespeeld over. Een paar weken geleden zei Ferry dat ook al. Hij acteert een trainer. En dat zie je ook wel. Want hij komt heel erg, zoals Mario Bilaat het ook verleden week zei, composed, rustig en kalm over. Om juist vertrouwen uit te blijven stralen. Stralen. Dat doet hij. Weet je, dat is zijn manier van...
coachen. Ik moet wel. Maar daar hou jij dus niet van als je zo'n vraag stelt. Dan ik vind het gewoon bizar dat hij dus gewoon in één weekend, om het zo maar te zeggen, maandag tot en met vrijdag, het aan de supporters ligt. Ja, dat was het aan de spelers ligt. Ja. Kijk, als Dirk Kuyt zijnde en je gaat over de supporters beginnen, dat is natuurlijk het domste wat je kan doen. Dat is eigenlijk het einde van je tijdperk als je dat soort dingen gaat roepen. Nu is er natuurlijk wel een gesprek geweest met Dirk Kuyt. Het was een goed gesprek, hè? Volwassen gesprek, mannen onder elkaar. En in dat gesprek had hij ook zelfspot, hè? Want hij had ook gezegd, jongens, ik heb echt slapeloze nachten ervan. Oké, zie je niet meer aan me. Dat soort Had hij dat gezegd? Dat vind ik oprecht wel leuk. Maar ik heb het echt. Dus dat gesprek was dus redelijk oké. Toen was er wel wat kou uit de lucht. Toen had ik wel zoiets dat het gesprek was op zondag, dacht ik. Ja, bij training toch? Ja, als we dadelijk maandag niet winnen, nou, dat hebben we niet gedaan, PEC Zwolle wacht. Als we dadelijk tegen PEC Zwolle uitverliezen, ja, dan is de sfeer wel weer totaal anders natuurlijk. Want we hebben nu 7 wedstrijden gespeeld, 1 wedstrijd gewonnen van een heel jong Ajax. Ja. Dat is niet best. Dat is hartstikke slecht. En dat vind ik ook natuurlijk. Alleen ik vind mijn eigen meninkje nooit zo heel erg belangrijk om zo maar te zeggen. Want wie ben ik? Ja, maar als ik heel eerlijk wat ben. Wat zeg je nou? Ja, dat meen wat ik. Wat zeg je nou? Ik vind mijn eigen mening niet heel erg belangrijk. Maar je vindt wel dat anderen die belangrijk moeten vinden. Want je bent er gek op om het te ventileren, toch? Wanneer? Gewoon over alles. Ik zet een sfeertje neer. Oh, dus ja. Dat is heel wat anders. Ik had Dirk Kuyt misschien wel nooit aangesteld in den beginnen. Nee, okay. Wat vind jij dan van nu? Wat is voor jou nu nog reëel? Zeg maar, PEC, hè, laten we eerlijk wezen. Die gaan de we kans verliezen. Dat je die gaat winnen is niet zo gek groot. Kijk, het geluk in deze competitie is dat het draait om periodes. Het gaat nou kut. Nou, oké, maar als je 1 periode even goed presteert, speel je gewoon na competitie. Ja, oké, maar luister. Dus stel je voor dat het nu gaat lopen. Gaat het denk ik niet. Maar stel je voor, dan kan je Kuyt gewoon lekker laten zitten. Als het nu gaat lopen. Maar als je nu nog 2-3 wedstrijden weer gewoon niet goed presteert. Ja, maar, dan is het einde oefening. Zo simpel is het eind toch? Eind van de tweede periode. Hè? Want de eerste die kan je dan niet meer winnen. Nee, dus dat is klaar. Dat is nog 18 wedstrijden. Nee, dat zeg ik niet goed. Oh. 12 wedstrijden, sorry. Ik bedoel... Ja. Ja, het moet een ga beetje je dan gaan op lopen. Wachten? Ja, ik vind het zo moeilijk, hè? Maar we creëren wel, weet je, dat zegt hij ook, weet je, want we creëren op zich ook wel kansen. Ja, we creëren op zich ook wel weer kansen, maar op een of andere manier weten we dus ook weer niet onze topspitsinstelling te krijgen. Lukt gewoon niet op een of andere manier dit seizoen. Dat is onze backs durven er niet meer overheen te knallen. Dus er is zo weinig vertrouwen in dat team. En dat is ook wel een beetje aan orde gekomen in dat gesprek. Van joh, een beetje mogen onze backs niet meer opkomen van jou. En toen heeft Dirk Kuyt ook gezegd, ja, dat mag wel. Maar er is gewoon heel weinig vertrouwen in dat team. En aan de ene kant kan je dus ook zeggen, ja, dat moet de trainer dus wel voor zorgen. De trainer is gewoon eindverantwoordelijk. Ja, als dat over een paar wedstrijden nog steeds zo is, ja, dan is gewoon einde oefening Dirk Kuyt. Maar ik vind nog steeds wel zo dat het hele land is lacherig erover, omdat het Dirk Kuyt is. Ik vind het ook ergens lullig voor hem. Ja, ik ook. Zijn allereerste klus als trainer. Ik ook. Zijn allereerste klus en iedereen hakt er bovenop. Mart, die loopt alleen maar tegen mij te zeggen, ja, je moet je mening verkondigen. Die wil gewoon dat ik hier Dirk Kuyt helemaal af ga lopen slachten. Snap ik ook wel, want dat is leuk. Ik snap je wel, Mart. Maar het is ook zijn allereerste klus. Ja, ja, het gaat kut. Nou ja, weet je, als er nog 3 wedstrijden kut is, ja, dan hangt hij eraan. Dan wordt hij ontslagen. Ik snap niet dat jullie het grote masterplan nog niet zien, hè, van Dirk Kuyt. Wat dan? Want ik heb hem eigenlijk nog maar 2 keer echt teleurgesteld gezien. En dat zijn die laatste 2 wedstrijden. Terwijl ze toen in de blessuretijd nog gelijk maakten. Ah, dus ik denk dat hij gewoon iedere week met een plastic tasje met bankbiljetje bij de tankstation staat. Hij wordt betaald door Den Bosch. Om adem naar de klant te maken. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja. Nee, maar dat heeft hij ook een beetje aan zich kleven, weet je. Dat beeld, Dirkje Kuyt achter een benzinepomp en dat tas. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar goed, als je bijvoorbeeld kijkt, er zijn ook andere clubs. De Graafschap gaat volgens mij ook niet zo lekker. Maar daar staat wel een trainer die... Weet je, ook een beetje hand in eigen boezem steekt. Weet je, het is natuurlijk wel raar dat als je 4 punten haalt tot nu toe, of 5, ja, dat je dan daar gaat zeggen van het lag aan het publiek en het lag aan zus. En ik maak spelers beter. Nou, het spijt me. Ja, ik heb er nog geen één gezien die beter speelt dan vorig seizoen. Maar hij wil vertrouwen uitstralen. Dat snap ik wel. En dat doet hij ook niet voor zichzelf, dat doet hij voor het team. Okay. Daar geloof ik heilig in. Alleen, het komt gewoon kloten over, want hij loopt een kunstje. Hij acteert het. Ja, maar komt het kloten over. Als je het gaat veralgemeniseren. Iemand die een goede voetballer is geweest,
Dat is geen enkele garantie dat dat een goede trainer is. Dus hij heeft niks waar ze bij hadden zeggen. Ja, maar daar ging het ook goed of zo. Dus geef hem even de tijd. Het is gewoon het ging een pure gok. Het is een gok geweest. Het is een grote. Kijk, die Spanjaarden, dat Globalon, weet je, die hebben een grote naam aangetrokken. Ja. Uit de vijver van Rob Jansen. Ja, dat is Dirk Kuyt geweest. Maar het is inderdaad gewoon een gok geweest. Ik zou zeggen, stop ermee en pak zo'n ulté of zo. Nou ja, kijk, en dat is ook wel nu wel de sfeer in Den Haag zelf. Is gewoon Dirk Kuyt zo snel mogelijk eruit. Alleen na dat gesprek eventjes, wat was er toch wel in de supportersgroep van oké, we gaan er nu even nog vertrouwen geven. Ja. Maar ja, twee wedstrijden verder is dat vertrouwen ook natuurlijk helemaal weg dadelijk na PEC. Als je daar gewoon 4-0 verliest of zo. Nou, dat is over PEC, want we moeten ook wel even een klein beetje... Was dit het al? Ja. Oh, dat viel mee, man. jouw mening is er niet zo belangrijk, dus dat valt... Ik ben gewoon één supporter, dus lekker boeiend wat ik ervan vind. Dat is wel, maar de media trekt toch ook aan jou, of niet? Ik liep weer te appen met Tom Staal van Veronica of zij. Goed dat jij het niet gedaan hebt. Heb je het gezien of niet? Ja, we zijn ook weer Hagenees. Is leuk wegzetten. Tuurlijk, matje. Dat is wat hij wil. Ik snap wel wat hij wil. Tuurlijk. Ja. Hey, maar even over PEC zelf. Want dat is natuurlijk de volgende tegenstander. Hoe goed is PEC? PEC is best goed. Ja. Dus, staat hier letterlijk. Nou, hoe goed is PEC Zwolle? Weet je wat het is? Kijk, dit soort wedstrijden, net zoals gisteren tegen Jong AZ. Wat overigens helemaal niet zo'n slechte ploeg is. Dat moeten we wel even erbij. Maar dat zijn wedstrijdjes waar je gewoon op maandagavond de Bietenbrug op gaat. En zij draaien het dan toch nog om. Ja. Stond 2-1 achter. Mm-hmm. En ja, dat tekent de kampioen. Hè, zeggen ze dan. Maarten Martens zei het ook. Hè. We hebben tegen de kampioen gespeeld. Nu vind ik dat wel een beetje voorbarig. Ja. Want we hebben net 7 wedstrijden gespeeld. Dat is wel een beetje voorbarig. Maar ja, ze winnen wel gewoon. Ja, dat is ook zo. Kijk, Mart is voor de aardsrivaal. Ja. Ja, die baalt, jongen. Dus die zegt iedere keer in het draaiboek van ophemelen. Want dan gaat nog een keer die klap komen natuurlijk. Dat is een slechte penalty van onze voetbal van Polen. Zal Bram een leuke avond gehad hebben in Weidewormer? Nee. Pittig avondje. Ja, en het was, want hij heeft hem afgelopen vrijdag... Weggegeven. Toen heeft hij hem weggegeven. Heb je gehoord waarom? Nee. Want hij kent die Lamproe. Oh ja, die dacht hij van, dat gaat, dat die dus, kent ja, mij die, goed, die, ja. Die, dus dan zit dat toch een beetje in je hoofd. En toen bij de volgende dacht hij, ja, dan moet ik hem wel maken. Want anders gaat die team het altijd uitnemen. Mm. Ja, allemaal psychologie. Ja, ik denk, PEC maakt echt wel goede kans. Gewoon een goede ploeg. Volwassen ploeg. Ja, en desnoods voor je tweede. Volwassen ploeg. Kijk, die Mart lachen. Ja. Even kijken. Gaan we het nu ook even over de Graafschap hebben? Nou, daar komen we zo meteen. We zijn nog eerst bij het allerleukste gedeelte aangekomen van de podcast. Nu al? De mystery guest? Nee. Oh. Joop Scheiden voetbalmuseum. Ja. We zijn er Joop weer. Joop heeft weer wat voorbereid. Nou, ik heb allemaal mensen om me heen. Ik heb een heel team en dat is gewoon... heel Twitter is gewoon team Joop Scheiden voetbalmuseum. Maar iedereen wil voor jou werken. Ja, maar dat heb ik. Dat heb Nieuw niet. Dat heb Broen niet. Dat heb Mart niet. Dat heb ik wel. Dirk Kuyt niet. Dirk Kuyt heeft dat ook niet. Maar oké, Joop Scheiden voetbalmuseum. Dat was gewoon... In de 96e minuut, David Min die de 1-0 scoort voor Telstar tegen Almere. En nu hebben wij natuurlijk op Twitter, dus gewoon een legende aan het worden, Piepe Guido. Die heeft gewoon een prachtig en een heel geil nummer geschreven. Zo, heel geil. Over David Min. Daar gaan wij nu naar luisteren. Zal ik hem even aanzetten? Ja. Joop Scheiden voetbalmuseum. Heb je stijven? Oké. Die heb je nu door David Min. Als je David niet ziet als verdediging, gaat hij scoren. Want dan start Almere helemaal in. Hij is, zoals ze dat nu noemen, het vegetarische type. En daar hebben ze bij Almere vrij weinig aan. Hij is nu niet zo legendarisch als Plet. Als Plet. Maar misschien dat het nog veranderen kan. Komt ie, hè? Oh, David Min. Oh, David Min. Zag voor de winst voor zijn club Telstar. Dit liep niet. In Almere. Die is dan wel weer lekker. Oh, David Min. Oh, David Min zorgt voor de winst voor zijn club Telstar. In Almere. Ja! Lekker, keurig. Piepe Guido, onwijs bedankt voor je nummer. En dit was Joop's geile voetbalmuseumpje. Goed zo.
Hey, ik had trouwens nog even, dat besefte ik net, hè, over David Min. Ja. Daar had ik Adriaan Rem senior beloofd. Ja. Die had ook nog een dicht voor hem gemaakt. Hè? Okay. Heb je het gezien of niet? Nee. Opponent kreeg vaak zijn zin. Gaat hij er toch nog in? Maar dat is over dus. Want 7 minuten plus was daar dan David Min. Adriaan Rem. Adriaan Rem, vanaf hier. Wat een creativiteit allemaal. Hè? David Min, jongens, kan wel eens een cultvoetballer gaan worden. Dat is een hele goede naam ook. Hè? Hey, we hebben jullie Blommestein gezien. Die nou, ik heb alleen naar zijn vriendin gekeken. Mooie vriendin, zo. Jongen. Ja, van Blommestein. Maar volgens mij komt hij uit een programma, toch? Dus, ja, wat dan? Temptation Island of zo? Dacht ik. Maar weet je, maar ook dus, dit is ook gewoon goed nieuws voor alle spelers in de KKD. Hè. Je kan gewoon een lekkere influencer scoren. Ook in de KKD. Daarvoor hoef je niet in de Eredivisie juist te voetballen. Juist in de KKD, toch? Ja, man. Zodra je hier in de podcast wordt genoemd, dan liggen ze aan je voeten. Ga je sky high. Nou gaat het heel goed. Blommestein, goed gedaan, ouwe Dibbes. Lekker. Ik ga mijn telefoon even pakken, heren. Oh, leuk. Mystery guest? Ja. Mystery guestje doen. Ben benieuwd. Een mystery guest. Pakken jullie misschien vast even de vragen erbij? Ja, dat lijkt me een goed plan. Waanzinnige vragen natuurlijk van Ferry. Heb je een stijve? Is er ooit een nummer zo begonnen eigenlijk? Op zo'n geile manier? Nee, ik denk het niet. Nee, hè? Denk het niet. Is de mystery guest er klaar voor, Mart? Doe jij hem nog even een bericht? Misschien is het een goede voor Barbie om al haar dates zo te beginnen. Ja, heb je een stijve? Voor de goede recensies. Dit was een hele asociale intro hebben we gehad. Hè? Maar we zitten echt op poep en plas humor zitten. Ja, nou maar dan wel op een heel intellectueel niveau. Nee, hoger. Oh, hoger. Ik heb een scheidhekel aan die HBO-intellectuelen op Twitter. Maar oké. Okay. Maar wij passen ons aan onze doelgroepen. Ja. Onze luisteraars willen dit gewoon. Ja. We zijn aan het bellen, jongens. We zijn aan het bellen. Huh? Goedenavond, mystery guest van onze podcast. Ga gelijk aan de stem luisteren. Ik zit hier met Ferry de Bond en Joop Buit. En zij gaan u omste beurt een vraag stellen om uw identiteit te achterhalen. Bent u daar klaar voor? Jazeker, helemaal. Oké dan. Mag ik beginnen? Joop mag beginnen. Hallo mystery guest. Heb je in het buitenland gevoetbald? Zo ja, waar? Zwarte Leeuw. België. Zwarte Leeuw, België. Ja, dat is bij ons over de grens. Ja. Ferry de Bond. En dat is profvoetbal? Zwarte Leeuw. Nou, België, in België wel, hoor. Derde klas. Daar hebben ze, als daar hebben ze envelopjes waar klaar liggen. even kijken. Ik vermoed dat dit antwoord ja is, maar ik ga toch maar de vraag stellen. Ja. Heb je dezelfde achternaam als een vrij lange politicus? Dat durf ik niet te zeggen. Oh, kijk. Ah, lekkere vraag, Mart. Bij slechte vragen geven we ook Mart de schuld. Joop, kom met de volgende vraag. Dit was een hele goede vraag. Goeie vraag. Zou je de goal van Jort van der Sande tegen Roda JC omschrijven als gel? Ja. Oeh. Ja. Dat vindt hij dus een geile geldoel. Wij toch ook. Ja, hè? Maar ik vind dat Mart probeert aan wij te weten komen wie dit is. Ja, we hebben nou één vraag waar we het ook kunnen weten. Ja, ik weet het. Ik heb er nog eentje over. Ja. Bij welke wedstrijd debuteerde je in het betaalde voetbal? Cambuur uit. Cambuur uit. En bij welke ploeg speelde je toen? Bij NAC, Breda. Bij NAC voetbal? Wacht even. Jij weet het al? Nou, Ferry wordt nou meer vragen dan ik niet nodig, joh. Nou ja, zeg het dan maar, want ik weet het echt niet. Ja, dit is van het jongensboek, heb ik hier 2 weken geleden nog verteld. Thomas Marijnissen. Ja, dat klopt. Ja. Kijk, dat was snel. Ja, Zwarte Leeuw toen, daar ging er nog geen lichtje branden. Als je nou rood-wit had gezegd op Tijken, dan misschien wel. Maar ja, dit is Thomas Marijnissen. En wat was het nou gisteren? Nee, dat was niet zo goed, nee. Wat is er gebeurd in de rust, joh? Nou ja, ik was buiten, ik weet het eigenlijk niet, maar in ieder geval iets. Als je het contrast ziet van de eerste en de tweede helft, dan is dat verschil veel te groot. En dat is zonde, want we zijn goed bezig. Dus dat was zonde. Ja, gauw vergeten. Dat zeker op naar vrijdag. Gelukkig speelden we maandag. Dan kunnen we gelijk vrijdag allemaal weer goed maken. Ja.
Helemaal top. Hey, Thomas, even een vraagje. Ferry heeft het hier al een keer een beetje verteld over jouw jongensboek. Zou je daar zelf nog een kleine samenvatting van kunnen geven voor de luisteraars die dat nog niet weten? Ik had het er net al over. Ik maakte mijn debuut, even kijken, toen was ik 17. Cambuur uit. Dat jaar promoveerden wij ook. Sloot ik aan bij het eerste. Alleen een paar maanden later stopte ik door wat probleempjes. Mentale problemen. Wat angst, paniek aanvallen waar ik toen geen antwoord op had. En dat was de reden voor mij om de stekker eruit te trekken. Toen vanuit amateurvoetbal, echt vanuit de eerste klasse, Rood-Wit, België, toen weer terug naar de hoofdklasse. Maar uiteindelijk Kozakken Boys in de tweede divisie. Toch deze zomer weer terug bij NAC gekomen. Het heeft even geduurd. Je hebt 5 jaar eruit geweest alleen. En nu weer helemaal terug. Dus dat is kort samengevat. Ja, weer klaar om te vlammen. Mooi verhaal. Ja, nee, vind ik wel. Ja, dat je daar. Ja. Want heeft het wel altijd als stip op de horizon gestaan dan ooit nog weer teruggaan? Of? Ja, dat was eigenlijk, kijk, tuurlijk, als je jongens een vraag stelt, waar wil je graag voetballen? Dan zeggen de 1-2 Madrid en de ander Barcelona en noem het maar op. En als ze dat aan mij vroegen, was het uiteindelijk. Ik wil eigenlijk weer terug naar NAC. NAC 1. Dat heb ik altijd wel geroepen. En dat is deze zomer ook gebeurd. En gewoon lekker bezig in het seizoen. Dus daar geniet ik enorm van. Ja, top, mooi verhaal toch? Zeker. Hey Thomas, ik weet niet of dat jij wist dat het met mij was. Ik sprak met jou bij Rood-Wit, toen bij die oefenwedstrijd tegen Eindhoven. En toen was je was het net wel, net niet rond. En toen had jij er alle vertrouwen in dat je heel snel in de basis zou komen. Hoe staat het nou? Want nu train je een tijdje mee. Heb je het idee dat je dichtbij zit of niet? Ja, jawel, wat je zegt. Voor mij is het pas eigenlijk mijn 7e week. Dus eigenlijk een hele voorbereiding. De jongens hebben er al dubbel op zitten. En ik val in en voor mijn gevoel gaat het goed. De jongens op mijn positie doen het gelukkig ook goed. Daar ben ik ook blij mee. Maar wat je zegt. Ik zet er gezonde druk op, zullen we het zo zeggen. Dat de jongens wel weten dat ze ook aan de bak moeten. Ik denk dat het alleen maar staat voor hun en voor mezelf. Zo is het. Ja. Duidelijk. Oké. Ja, nee, helemaal top. Heb je nog wat positiefs te zeggen voor vrijdag, Ferry? We hebben iemand van NAC aan de lijn. Nou, moet je wat zeggen. Nou, het is eigenlijk zo. Kijk, Thomas, dat is wel een speler waar wij als publiek van houden. Want daar zit gif in, zoals je zegt. Kijk, Verlanas staat hem eigenlijk op zijn plek. En aan de andere kant Kai de Roy. Dus dat zijn wel beslissende jongens op dit moment. Maar die Verlanas mag wel wat peper in zijn reet krijgen. Hè? Want dat is nu al een paar keren niet zoveel. Dus, wat denk je dat hij dit nu gaat beamen dan? Of zo? Ja, ik neem aan dat Thomas dat zegt. Ja, je hebt helemaal gelijk, man. Ja, dat denk ik wel. Gelijk. Ik had de hoop, je moet die gasten oppeppen ver. Ja, dat doe ik. Je moet nu tegen hem zeggen, Lala's ik ben al 42 jaar NAC supporter. Kom op, we moeten voor die eerste 5 gaan. Ja, dat wil ik even horen. Godverdomme, dat moet je zeggen, ver. Nee, sorry, hoor. Ik zeg juist, als hij zo doorgaat, dan kan hij die Verlanas eruit spelen. En dan gaat Verlanas maar achter de spits of zo. Maar wij willen Thomas Marijnissen linksbuiten. Zo, dit is een statement. Hoor je het even? Nee, maar ik snap wel wat hij bedoelt. En natuurlijk horen wij dat ook allemaal. NAC staat er wel onbekend, weet je. Het eerste wat je moet doen is zorgen dat je 110% geeft. En wat je zegt, ik denk dat we dat nog een tandje in een hogere versnelling kunnen zetten met z'n allen. En ik hoop dat gebeurt. Ik denk dat er dan nog hele mooie dingen gaan gebeuren dit seizoen. Juist. Maar daar heb ik alle vertrouwen in dat die jongens daar ook bewust van zijn. Ik denk dat het daar ook, waar je ook speelt, dat het daarmee begint. Weet je moet 110% inzet en drive hebben. Anders vind ik net zo goed thuis blijven, weet je. Het is in ieder geval op niveau, het is mijn passie om te voetballen. En dat moet er dan ook wel, vind ik, altijd van afspatten bij iedereen die voetbalt eigenlijk. Of je nou profvoetballer bent of amateur, weet je. Ja, als je er geen zin in hebt, dan of als je dat uitstraalt, moet je gewoon lekker thuis blijven, joh. En anders moet je gewoon volle bak. Juist. Dus ik snap wat die supporters zeggen en daar ben ik het mee. Oké. Aanstaande vrijdag, Thomas. Eerste goal, betaalde voetbal. Ja? Ja, gaat komen. Vrijdag. Dat,
Dat denk ik ook. Kijk, ja, oh, kijk, oh. kijk. Nou, dan weet je wat we doen. Als het lukt, dan bellen we je volgende week even. En dan mag jij even je goal even nabespreken met ons. Ja. Ja, dat is goed. Dan bellen we volgende week. Ja, kijk, is goed, kijk, jongen. Kijk. Dankjewel. Yo. En veel succes, hè. Kijk, kom goed. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel, hè. Hoi, hoi. Hoi. Nou, ver, je weet ze wel op te peggen. Godsamme, die gaat hier een verhaal over zijn teamgenoten. Alsof hij gaat zeggen, ja, je hebt helemaal gelijk, hij kende geen klote van. Dat is dus grappig, dat deed hij toen wel. Toen zei hij van, die Kai de Roy, ja, die speel ik er wel uit, zei hij. Ja, maar dan zit je in een privégesprek. Ja, dan mocht hij misschien niet ook. Nee. Ja, maar hij heeft wel een beetje bravoure, wat hij nou zegt. Hij zei, ja, dan bellen volgende week, want die goal die gaat komen. Ja, helemaal top. Ja. Ook als amateurvoetbal moet je er alles uit halen, zei hij. Ja, ik moet wel eens zeggen dat ik het niet altijd uitstraalde, hoor. Nee, niet iedereen winnen. Weet. Nee, zeker niet. Nee, maar ook wel een mooi verhaal. En misschien ook wel, we gaan er nu natuurlijk niet zo diep op in, op het verhaal erachter. Hij heeft natuurlijk wel verteld, maar dat zijn, is dat het, denken jullie dat het een onderbelicht dingetje is in het voetbal? Nou, dat denk ik wel, ja. Want hij heeft nu gezegd, ja, wij zijn heel serieus in deze podcast. Ja. Maar hij heeft nu gezegd, hij heeft nog steeds die paniekaanvallen. Mm-hmm. Maar hij heeft dat dan met mediteren, waar we dan heel vaak een beetje lachwekkerig over doen. Heeft hij dat onder controle? Dus. Ik vind het helemaal niet onderbelicht. Want het komt volgens mij nou in elk interview komt het bijna wel naar voren dat ze bij een mental coach lopen of bij een psycholoog. Okay. Ik lees niet anders. Dus het is niet meer onderbelicht, Lars. Het is geen schande. Als jij bij een psycholoog loopt... Nee, dat vind ik niet. Ho. En ook in de voetballerij is het ook geen schande. Ik vind het helemaal geen schande. Nee, maar dat vind ik helemaal niet. Nee, maar iedereen loopt altijd nu nog te zeggen, ja, het is onderbelicht. Wel, nee. Ik lees het nu in elk interview al die jaren. De laatste 2 jaar. Laat ik het anders zeggen. In een kleedkamer vol met mannen van begin 20. Denk je dat het daar iets is waarvan iedereen zou zeggen... Nu niet meer, blijkbaar. Want ze zeggen het allemaal in de media. Sterker nog, er zijn mensen die zeggen dat ze doen, maar die doen het helemaal niet, hè? Ja, daarom. Ze zeggen dat ze bij psychologen worden. Dat doen ze. Nee, er zijn nu mensen, die gasten komen binnen. Ja, hoe gaat het met je? Ja, kut man. Zo moet dat nu. Ja. Dat is nou die sfeer bij die jeugd. Waar het ook kut gaat. De Graafschap. Ja, lekker. Dank jullie wel. Het gaat niet goed bij de Graafschap. Hoe ken dat nou? Uiteindelijk is het volgens mij wel kwaliteit op het veld gewoon bij de Graafschap. Want ik zie ook weinig echt lekker voetbal daar, hoor. Die rechtsback, die Fortes, vind ik een leuke indruk maken. Die jonge gasten. Haantjes scoorden weer. Bretijn, Haantjes. Ik vind het verder niet heel erg ophouden. Ja, en die Poldervaart is een leuke vent. Die komt wel heel erg echt over. Uh-huh. Maar ook hij weet het niet op de rails te krijgen. Nee. En ik denk dat hij veel te veel bezig is met dat team. Want het is een goede trainer. Hij analyseert alles. Maar ik denk dat het gewoon te veel voor die gasten is. Dat ze alleen maar aan het nadenken zijn op het veld. Ze moeten gewoon lekker vlammen. Hoppakee. Verder. Maar nu komen we dus bij het punt. Is Poldervaart een goede hoofdtrainer? Of is het meer een ideale assistent? Want hij is eerder hoofdtrainer bij Excelsior. Excelsior. Heeft ook niet zo lang geduurd, hè? Klopt. Ja, maar goed, kijk, weet je, ik vind het een beetje lullig om over Poldervaart altijd te doen. Nee, hij wordt ook dat doen we bij Erik Kuyt. Erik Kuyt mogen wel uitlachen en Arie Poldervaart niet. Nee, maar luister even wat ik wilde zeggen. Hij wordt namelijk heel vaak ook gezegd van de fysiotherapeut. Hè, omdat hij dat natuurlijk ook nog daarnaast doet. Maar in het amateurvoetbal, in de top van het amateurvoetbal. Mm-hmm. Het is echt niet iemand die een fysiotherapeut die nou als trainer voor de groep staat. Ik bedoel, bewezen... Jij gooit dat erin, wij niet. Maar Hans Kaaij junior is ook een goede trainer. Niet. Het topvoetbal. Nee, hij presteert niet. Klopt. Maar mag ik dan ook zeggen dat het misschien dat er grote namen zijn waar ik misschien iets meer daarvan had verwacht? Zo, die Buettner. Nou, ik heb bij de Graafschap NAC, ik heb nog nooit iemand zo slecht zien spelen als Buettner. Wat een draad. Nou, die liep gewoon alle ballen over de achterlijn en dan gaf hij een crosspaas en die kwam er niet tot de middenlijn. Het was echt verschrikkelijk. Wat daarmee is gebeurd, ik weet het niet. Ja, misschien het goede leven, weet je. En nu dat dan kunnen, lekker zo wat rustiger aan, dat kan. Hè. Maar je moet juist even gas erop geven. Ook juist als ouder, je moet eraan gaan. Weet je, Siem de Jong. Die hebben we ook nog niet gezien. Nee, maar hè, dat dit bedoel ik. Alleen maar negatief ook na de wedstrijd. Nee, maar dat bedoel ik een beetje. Kijk, het gaat natuurlijk nu slecht. Maar van tevoren, als we toen hadden we het over die namen, toen waren we gewoon... Ja, vonden we leuk. Weet je, dat die gasten terugkomen bij hun club, om zomaar te zeggen. Dat is ook een mooi verhaal. Alleen tot nu toe komt het niet eruit. Ja, ik vind het wel lulliger voor Arie Poldervaart. Dat lijkt mij een hele aardige vent. Absoluut. Maar weet je wat het ook is? Dat is heel gek, want het is totaal niet meetbaar of zo. En daar hebben ze bij ADO nu ook last van. Als jij zo dicht bij promotie bent... En dan lukt het niet op een of andere manier. Jij denkt dat het echt jaren door. Ja, iedere tegenslag of zo, die komt dan harder. Ik weet het niet. Nee, het is niet. Maar het is geen toeval, toch? Ja, dat maakt ze zo moeilijk, hè? Die goaltjes, zei hij steeds. Die goaltjes. Dat maakt ze zo moeilijk, hè? De goaltjes. En dan houdt het op. Dat is op zich wel vrij essentieel dat is bij het spel. Scoren. Voetbal te maken. Ja. Ik vind die Benschop trouwens een aardige spits. Die gaat dan ook wel 15 maken.
Ja, wat zei je? Dikke kont. Die heeft ook een dikke kont, ja, Benschop. Zullen we een andere dikke kont even bellen? En wie gaan we bellen, jongeman? Nou, we hebben het net gehad over NAC. Mm-hmm. We hebben het gehad over de Graafschap. We hebben het nu over een dikke kont. Over wie zal ik het dan hebben? Dan gaan we Seuntjes gaan we de Seun even bellen? Veel NAC deze week. Ja, ja, dat is goed, maar dat mag af en toe wel. Nee, maar volgens mij vooral, die kan je volgens mij overal wel zijn mening over vragen. Want die weet het allemaal wel. Zullen we die gewoon even... Ik ben wel benieuwd wat hij erover te zeggen heeft. Ralf, hoe? Ralf, heb je genoten gisteren van NAC? En dan gaan we gewoon achterover leunen. Ja. Wat zegt hij ook weer? Ouwe? Wat zegt hij altijd? Ouwe? Nee? De man, ouwe. En zeg maar. Zeg maar. Is het gewoon zeg maar. We gaan hem even bellen. De Seun. Mr. Juice. Mr. Juice. Ralf, hoe? Yo, maat, heb je al wat nieuws over Nick Schilder of niet? Nee, ik heb nog geen nieuws over Nick Schilder. Het schijnt wel een vreemd gaan daar te zijn. Nick Schilder ook? Joop die zegt dat het Juice is. Dat heb ik gehoord van mijn goede vriendin van mij, mevrouw Koldewaaier. Nick Schilder is een vreemd gaande. Geen Juice. Nou, dit is al geen Juice. Vind je, nou ja, voor de rest, ik heb niet details, maar dat komt misschien later nog wel. Ja, dat heb ik ook nog. Ja, heerlijk, man. Hey, Ralfie, heb jij vrijdag gekeken naar de Graafschap NAC? Zeker, man, zeker. Een kleine mening? Nou, ik moet zeggen dat NAC mij heel erg bevalt, zeg maar. Maar ja, ze kunnen wel maar 45 minuten volhouden. Ja, dat is de ellende. Maar ik vind NAC... tegen Roda is het me eigenlijk begonnen, zeg maar. Daarvoor viel het wel tegen, vond ik. Maar tegen Roda hebben ze echt... sindsdien zijn ze terug gaan zitten vooruit. Echt mega fit. Ik vind het ook... ze spelen redelijk aanvallend, vind ik. Mm-hmm. Alleen de goals ontbreken, zeg maar. Tegen de Graafschap had je ook gewoon eigenlijk die wedstrijd moeten beslissen. En het is altijd dat ze elke keer die tegenstander in leven laten. Want anders hadden ze al meer punten gehad, denk ik. Ze moeten meer killer zijn. Meer... Ja, er moet gewoon meer gescoord worden. Kijk, nu zijn het inderdaad drie spelers. Jos van der Zanden dan echt een geweldige naam, vind ik, tot nu toe. Ja. Kei de Roy en Verlaan doen het ook prima. Maar ja, er moeten gewoon meer goals bij. Weet je, anders ga je het gewoon niet redden. En dan zie je nu tegen Jong Ajax, tegen de Graafschap, dan blijft het één goal verschil. Heb je genoten gisteren tegen Jong Ajax? Wat zei je? Heb je genoten gisteren tegen Jong Ajax? Na de eerste helft van NAC, als het 0-4 staat, dan zegt niemand wat. Oh, ja. Ze speelden echt, ik vond ze echt geweldig spelen, man. Ik vind het gewoon leuk om te zien ook hoe NAC dat speelt. Het stond geen 0-4. Nee, eens. De tweede helft was heel anders. Dat bedoel ik, maar als ze daar gewoon, als ze 2-3 goals meer hadden gemaakt, dan had niemand wat gezegd. Nee, dat is waar. De kansen waren er, zeg maar. Absoluut. Voor Kai, voor Joch nog en voor Odi. Wat vond je van die goal van de Sande? Ja, werelds, man. Ja, dat is die van de Zanden, jongen. Hij brengt toch het magie en een goede bal van Lucas, vond ik. Ja. En, maar hoe die hem afwerkt, ja, is natuurlijk top. Dus, maar ja, sowieso wel. Ja, iedere bal... Hij is mooi, man. Iedere bal die bij Van der Zanden komt, die verwerkt hij goed. En dat brengt zoveel rust, joh. Daardoor kun je zoveel meer aanvallen. Ja, daarom kun je ook de druk hoog houden, inderdaad. Maar ik denk gewoon dat het ook heel fit ook, inderdaad. Alleen... Ik blijf wel een kanttekening plaatsen. Als er geen goals bij komen, dan blijft het een heel. Dan gaat gewoon heel het jaar zo wedstrijden gespeeld worden. Ja, en achterin ook veel persoonlijke fouten, vind ik. Ja, maar ja, zonder persoonlijke fouten natuurlijk geen goals. Kijk, ik las in het begin dat Geel is toch linksback, weet hij? Ja, ja. Ja, die dat het een topper was. Nou, die heb ik drie wedstrijden aan de gang gezien. Nou, ik zeg eerlijk. Die maakt zo verschrikkelijk veel fout. Die staat gewoon continu verkeerd. Ja. Ja, hij is veel met aanvallen bezig. Ja, die staat van de 10 keer, staat die 11 keer verkeerd. Ja. Dat is ongekend. En ik moet wel zeggen dat ik wel gecharmeerd ben van Veldhuis en McNulty centraal. Jij, Ferry? Ben jij er gecharmeerd van? Ik vind het wel een lekker centrum. Als NAC-supporter zie ik graag ook Bakker staan, zeg maar. Dat er meer coaching is en toch wat meer ervaring qua wedstrijd lezen. Ja, denk ik ook. Ralf, je analyseert nu wel heel diep, hoor, voor ons. Ik zie Ferry kijken, die heeft geen idee meer. Ja, echt wel. Nee, maar kijk, de Lenders Veldhuis, daar hebben ze een optie tot koop op. Dus dat is eigenlijk toekomst. Maar ja, als Bakker erin moet... Die optie tot koop is alleen als ze promoveren, hè? Oh, serieus? Oh, dat wist ik niet. Ja. Oh, dan hebben we geen optie te koop, denk ik. Nee, dat is enkel een optie met
door promotie kunnen ze die lichten. Dus Okay. Ze hebben in principe drie nieuwe verdedigers volgend jaar nodig. Dan mag Bakkers ze erin voor spelen. Ja. En Ralf altijd met die inside info. Hey Ralf, ook nog even over de Graafschap. Dan heb je daar nog een mening over? Ja, spreek ik. Ja, Polderkracht heb ik een paar keer mee gesproken. En ja, het is een fantastische club. En ik vind Poldervaart, hoe ik inhoudelijk met hem gesproken heb over voetbal, vind ik echt een goede trainer. Ik denk nog steeds dat het een match is. Daar ben ik van overtuigd. Alleen, ik denk dat Poldervaart gewoon harde keuzes moet gaan maken. En misschien toch wel, net als NAC, gewoon vol vooruit moet gaan verdedigen. Met wat meer jeugd, die daar gewoon wat meer pit in brengen. Net als Devin Haan. Ja. Nekkie die goed bezig is. Filip Rietijn kan het heel goed. Zeg maar, dat zijn gewoon jongens die de intensiteit zeg maar enorm verhogen. Dat was mij toen al. Toen ik daar nog zat, trainen ze mee. En die intensiteitsmeters, zeg maar, die hun liepen al op training. Ja, dat was al gewoon top. Nou, kijk, ja. en misschien moet je dan wel de ervaring zeg maar even laten varen. Dat is bij NAC ook een beetje gedaan natuurlijk. En dan toch kiezen voor de jeugd, weet je. Want je kunt niet zeggen dat het veel slechter kan momenteel. Nee, dat is waar. Hey Ralf, even nog. Heb jij nog iets? We weten altijd hoe uitgesproken je bent over arbitrage. Heb je daar nog iets? Wat vind je gemiddeld van de arbitrage in de KKD dit seizoen? Nou ja, kijk. Dat is gewoon hopeloos, man. Daar kunnen we lang en kort over doen, maar ja. Kijk, ik zie bij ADO ook heel veel problemen. En dan, Vond jij het rood nee, bij ADO? Bij ADO? Nah. Die tackle met twee benen. Net aan geel. Zo op het middenlijn. Ja. Nou ja, je mag ervoor fluiten, laten we het daarop houden. Precies. Hey, maar bijvoorbeeld als je supporter bent aankomend jaar van ADO. Ja. En je krijgt straks een situatie. Ja. Die ik schat dat misschien wel eens kan gaan voorvallen. Wat ik persoonlijk zou doen als ik trainer was, ik weet niet of Dirk Kuyt luistert, maar ik zou dat wel. Ik denk naar het eerste deel van de podcast niet meer, denk ik. Maar heb je een boodschap voor Dirk? Ik zou tegen Zwolle beginnen met die laten Verheid en Zwarts voorin. En dan met die drie gewoon vol 1-op-1 gaan spelen tegen de verdedigers. Gewoon beuken. En dan gewoon lange ballen spelen, inderdaad. Kijk er even en ik zeg je eerlijk, Van Belen, Verheid, dat wint Verheid. Pilaten van Hintem, dan wint Van Hintem. En Zwarts van Polen, dan wint Zwarts 8 van de 10 keer. Dan kun je vanuit daar gewoon doorvoetballen. En die gasten gaan zo blind vooruit. Ik denk dat je dan gewoon succes kan halen. En tegen die andere 7 gewoon zegt: jullie zorgen nou godverdomme een keer dat we geen goal tegen krijgen. Ja, dat is Ralf, dit stukje gaan we losknippen. En sturen we naar Dirk Kuyt toe. Ja, ik zweer het. Ik denk echt, Joop. Maar weet je wat het probleem is? Die verdedigers hebben een vrijbrief om als kamikaze-piloot tegen die drie aan te vliegen. Want die krijgen dan elke keer te horen van die dwazen. Ja, maar jullie zijn 2 meter, je moet wel tegen een stoot. Ja. Daar gaat het niet om. Want ik heb volgens mij Dick Jol en Van Egmond nu zelf lopen zeggen, horen zeggen. Regels zijn regels. Juist. Dus ja, dat vind ik ook. Bij iemand van 1,94 meter een regel. En bij iemand van 1,60 meter een regel. Ja. Daar schijnt dan weer grijze gebied te zitten. Ja, daar word je wel moe van, hè. Ja, maar dat, zo kijk ik er ook naar. Hè. De scheidsrechter moet de regel volgen en niet eigen interpretatie gaan doen. Nee, daar krijg je rare dingen van. Ja, precies. Dat ook. Ja, het enige weekend, Joop, was er één regel. En dat was als je een bal wegschiet, dan staat een tweede daar staat gewoon een gele kaart voor. Dat was bij Ajax, hè? Ja. Bij Alvarez. Juist. Dat is een regel die staat beschreven. Kijk, en daar hoor je niemand in scheidsrechtersland over. Ja. Je hoort alleen maar bij het grijs gebiedje bij Oezebujoek. En ik vind nog steeds dat het geen penalty is. Ik ook niet. Nee. Hoofd naar beneden. Maar, ook gewoon. Zijn hoofd is inderdaad al naar beneden. Ik denk dat hij uiteindelijk op 1,50 meter komt. Dus daar zou je misschien een criteria in het scheiden. Ja, maar dat is wel mooi, hè? Want dus als je heel groot bent, dan mag je dus niet veel schoppen krijgen, omdat je zo groot bent. En nou zegt hij over Simons, is maar 1,50. Ja, natuurlijk. Dat is misselijk maken. Ja. Eenmaal mee te maken, jongens. Ja, nee, is ook zo. Ja. Hey, Ralf, even wat anders. Ja. Ik hoorde dat jouw broertje Mats, dat hij groot fan is van Burak Yılmaz. Klopt dat? Maar ik moet zeggen, zeg maar, hij heeft niet heel veel problemen. Want hij traint wel gewoon, hij is gewoon een chille gozer, zegt hij. Oké, toch wel. Ja, kijk, Koning Yılmaz, noemen ze hem daar toch? Hoe gaat daar? Ja.
Maar gaat Yilmaz je broer nog opstellen, of niet? Nee, maar nu is die Spanjaard. Ik heb hem gisteren gesproken en die Spanjaard had hem gelijk apart geroepen. En hij zei van, jouw profiel vind ik heel erg mooi en dat past in mijn spelsysteem. En nu moeten we samen zoeken naar een oplossing dat we jou renderend krijgen. Kijk. Dat zijn goede berichten. Meestal als de trainer dat zegt, is het einde oefening. Ja, oké. Dan moet hij even tot de winter uitzingen, denk ik. Ja, dan kan ik naar Breda. Helemaal goed. Kom op. En Ralf, even nog even vraagje. Wij hadden vorige week de voorspellingen. Er zat één vraag in. Wat het meest Ralf Seuntjes-achtige was tijdens de Ralf Seuntjes Derby, de Graafschap NAC. Nou, aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan jou? Is er iets dat je te binnen schiet dat je denkt dat is het meest Ralf Seuntjes-achtige van die wedstrijd? Nou, de laatste editie dat wij wonnen met NAC 2-0, dus scoorde ik nog. Dat was mijn laatste wedstrijd. Er was wel een momentje bij richting de fysio. Toen kreeg Robbenmond, zeg maar, was al bijna, kreeg zijn congé. En toen begon, die fysio ken ik natuurlijk, Jasper Steens. En toen zei ik tegen hem van, tegen de scheids, hey scheids. Ik zei, die fysio van hun zit continu te zuigen. Iedereen kijkt nou eens daar. En toen stond hij ook net op en toen was hij aan het schreeuwen, dat kan toch niet. Dus toen had ik de scheidsrechter, moest wel lachen, had ik een beetje mee vanaf toen. Ja. top. Hey, Ralf, dankjewel. Ik wil nog even één ding zeggen. Dat is misschien wel even handig voor de luisteraars. Ja, we hebben het niet over je gezondheid gehad. Omdat we het gewoon even lekker over voetbal wilden hebben. En ze kunnen de podcast van Freesia en Milan luisteren, toch? Ja, zeker. Maar dat lijkt me verstandig dan als je geïnteresseerd bent. Precies. We hebben nu even lekker over voetbal gehad. Ga je zo meteen zitten voor Ajax? Ik zit al, jongen. Ja, come on. Nog daar even een klein voorspellingje voor. We hebben het over de KKD. We hebben het niet over Ajax, Lars. Nee, gewoon een klein voorspellingje vooral. Ajax, ik denk 1-2. 1-2. Kijk. En ben je vrijdag in het stadion of heb je behandeling? Ja, ik ga vrijdag. Ik heb afgelopen vrijdag een uur gehad. Ben ik nog niet zo goed uitgekomen als ik eerlijk ben. Maar vrijdag is wel de intentie om te gaan kijken bij NAC Jong Utrecht. Mooi. Okay. Kijk, Thomas Marijnissen heeft net tegen ons gezegd dat hij voor het eerst gaat scoren. Dus dan kan je daar getuige van zijn. Ja, en heb je ook gevraagd wat als hij het niet doet? Nee, dat eigenlijk nog niet. Weet jij iets? Dan moet je even een berichtje sturen. Want hij moet gewoon iets geven als het niet lukt. Ja, okay. Ja, precies. Dan gaan we dat wel even doen. Als je overtuigd bent dat je gaat scoren, moet je er altijd iets tegenover zetten. Ja, Rolf, je hebt helemaal gelijk. Ja, maar hier gaan wij nog even achteraan. Ja, dat moet je zeker doen. Dus gewoon een shirtje of schoenen die je weg kan geven, weet ik veel wat. Kijk. Maar als hij zegt dat hij gaat scoren, dan moet hij er iets tegenover zetten. Kijk, dit zijn harde woorden van meneer Seuntjes. Rolf, dankjewel jongen. Veel plezier zometeen. Fijne avond, jullie. Yo, van hetzelfde jongen. Mazzel. Dankjewel. Hoi. Ja, the son of God. De son. Legende, man. Opgewekt was hij, toch? Zeker. Goeie fan. Absoluut. Maar goeie dus even fan. Voor de luisteraars. Ik zal er nog even één keer daarom. We hebben dat van tevoren even met Ralf afgesproken. Omdat het even lekker over voetbal ging. En dat is op dit moment even de belangrijkste bijzaak. Tuurlijk. Yes. Tuurlijk. Wel mooi. Hij begreep volgens mij niet de vraag helemaal van het meest Ralf Seuntjes-achtige moment. Maar op zich leuk. Op zich prima. Maar hij kwam wel echt met een Ralf Seuntjes moment. Ja, dat is 100% waar. Maar mensen, we gaan door naar de voorspelling. Want het moet een beetje opschieten, want deze uitzending duurt vrij lang. Serge van der Sande, die had vorige week, want we vroegen natuurlijk mensen... Vorige week? Ja, dat ging even fout. Dat Noord-Hollands accent ik deed, van je, ik deed gisteren in de Daily per ongeluk ook al even de Napel na. Wat deed je dan? Jongen. Maar dat was gewoon random. Maar vorige week hebben we natuurlijk gevraagd om ludieke muziekjes of ludieke songs. Ja. Serge van der Zanden kwam met Eind 2 draai, wie fresse papagaai? Ich bin kein papagaai, ich bin ein kakatoe. Zingen we bij NAC, hè? Ja. Goh, dat is een leuk nummer. Bij ADO kwam er een gozer naar me toe. Die zei, Joop, je weet al wat leuke nummers. Ik zei, weet jij er een dan? Toen kwam die ook weer met een nummer. Ik zeg, dat is helemaal niet ludiek. Dat is weer beledigend. Kan je een klein stukje doen? Nee, dat ga ik niet eens doen. Dat is gewoon weer te beledigend. Okay. Nee, we gaan verder. Maar ik ben geen papegaai, ik ben een kakatoe. Dat moet je met een hele hoge stem zeggen. Ik ben geen papegaai, ik ben geen kakatoe. Zo? Nee, het is... Eind, zwaai, draai. Wie fres een papagaai? Ik ben geen papagaai. Oh, ik ben een kakatoe. Want hij wil niet opgegeten worden. Snap je? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik het een kutnummer vind. Okay. Nee, ik snap hem niet. Serge, helaas, jij hebt niet gewonnen. Catenaccio Maastricht kwam het. Wie zijn de zonen van Mark van Bommel, Thomas van Bommel, Ruben van Bommel? Op mama Laura. Wie zijn de zonen van Mark van Bommel? Oké, is ook niet echt een heel leuk nummer. Sorry. Ja, wat hebben we nog meer? Rick Reinders over Stefan Posma. Ja. En Stefan Castoren over NAC. Lieg.
Hoe heet die? Lee. Van Rick Reiners, die doe ik even niet. Het is al zo'n ontzettend gore aflevering hier. Ja, ja, dat ja, is... Daar moet een dildo in. Dat is ook niet ludiek. Nee, is ook niet leuk. Nee, dan ga ik toch voor die kakken toe. Ja, dan ga ik toch voor die kakken toe. Serge van der Zanden, stuur ons een bericht voor. Nee, de kakken toe. Ja. Maar wat, waar slaat het op dan? Nou, dat slaat helemaal nergens op. Maar het is wel grappig als je dat met een heel vak zingt. En het komt uit Duits. En wij hebben zelfs een cd met allemaal nakliedjes die heet zo. Wie fresse papegaai. Weet je wat wij wel vaker zongen en af en toe ook nog eens wel in zingen bij Den Haag? Als er een speler dan bij ADO heeft gespeeld en die speelt dan heel lang niet bij ADO en die komt dan weer terug in het stadion. Bijvoorbeeld bij Ali Boussabon. Mm-hmm. Dan is ook een beetje wel een Haagse held. Wees is het Ali, ik zie tranen in je ogen. Ali, waarom heb je zo'n verdriet? Dat wordt er dan gezongen. Is dat ludiek of niet? Nou, nee. Ook net niet, hè? Nee. Zo weer net niet ludiek, nee. Zie je? Nee. Alleen weer fresse papegaai. Ja. Dus ja. Serge van der Zanden, zal dat familie zijn van Jort? Ik denk het wel. Okay. Nou, hey, stuur even een bericht voor de sokken. Die Jort, hè? Zo'n harde werker, dacht ik altijd. Maar een lekker stiffie. Nu achter zijn stambeen. Ik weet niet wat die gozer hebt, maar die gaat als een tierenlier, man. Ja, ja. Vertrouwen. Vertrouwen, en dat missen wij in Den Haag. Mensen, we moeten een beetje haast maken, zie ik, door Mart hier in de draaiboek. Mart, mag me nu naar Eindhoven, van een stekkertje. Ja, jongens, gaan door. Even kijken, wat natuurlijk als eerste, wat wordt Eindhoven-MVV? Dat werd 5-0, niemand punten. Vraag B, wat is het verschil in transferkosten tussen de belofteploegen qua buitenlandse spelers in het belang van het Nederlandse voetbal dit weekend ten opzichte van vorig weekend? Transfermarkt is referentiekader. Het antwoord is als volgt. 5 miljoen voor Constanzao bij Ajax. Pieri kostte ook iets, maar speelde twee keer. De andere buitenlanders worden gehuurd, zoals Luca. Bij Jong PSV speelt Colijn een keer. De transfersom is onbekend, maar schatten we voor het gemak op een paar ton. Savio en zijn rechte vuist zijn gehuurd. Eersteling kostte een paar ton en speelde twee keer. Enzovoort, enzovoort. Oh. We houden het op 5 miljoen en een paar ton erbij. Joop staat dichtbij, puntje. Hey. Maar zei ik geen 4,5 miljoen? Ja, ja. Ik zei 4... 1 ton zat ze ook dichterbij. Oké. Ja. Welke deadline deed aankoop speelt de show vrijdag? Bilate gaf een assist. Puntje voor Joop. Lekker. Mario Bilate, bedankt jongen voor en, het puntje. En wat is het meest Ralf Seuntjes-achtige moment tijdens de Ralf Seuntjes derby? Nee. Dramatische inzendingen. Geen Ralf Seuntjes dramatische moment, inzendingen. Ja? Kan je even de allerslechtste opnoemen, met naam en toenaam? Iemand wordt heel boos tijdens een interview. Oh ja, nou, dat is algemeen, te makkelijk. Dat is te makkelijk. Je moet dan wel mensen, je moet concreet. Het is niet zomaar even antwoord geven. Hè? Nee, even kijken, even voor onze tussenstand 5-5-5. Gaat lekker. En er werden bij D ontzettend veel algemeenheden ingestuurd. Ja. Maar als je zegt, iemand zeurt bij de scheidsrechter of iemand geeft een boos interview, dan kunnen we daar niet veel mee. Dan krijg je echt geen sokken van ons. Ik kan hier bijna boos om worden. Dan moet je met een concreet voorbeeld komen. Ja, dus dan kunnen wij jureren. Hè? Precies. Kom op vrienden, Hans van Horen en Jasper C8 hadden er twee echt concreet goed. Degene die raadt wat voor sokken Joop Senior volgende week aan heeft, krijgt de sokken. Dus mensen moeten reageren op ons. Dus Hans van Horen en Jasper C8. Met welke sokken grote Joop volgende week aan heeft. Dan kan ik iedereen aanraden om even naar de Zeeman te gaan en daar in het assortiment te gaan kijken. Even kijken. Nieuwe voorspellingen. Jullie kunnen natuurlijk allemaal meedoen. Reageer op de aankondigingstweet vrijdagmiddag rond 4:00. En doe mee voor die sokken. Je kan trouwens ook altijd meedoen op Instagram. En nu ik hier toch ben, doe meteen even een likey en een subscribe. En meteen eventjes die beschrijving op YouTube. Zeker. Even die 5 sterren. Dank jullie wel. Nee, maar dat is echt belangrijk. Even kijken. Nieuwe voorspellingen. Wat wordt PEC ADO? Wacht even. PEC ADO. Ja. Wat ik hoop of wat ik denk. Want ik wil wel die punten scoren. Denkt, je moet voor de punten Ik denk 1-0. Nee, ik denk eigenlijk 2-0 PEC. Oké. Ja, sorry. Sorry ADO. Ja, maar dat denk ik. Wat ik hoop is wat anders. Sorry Dirk. 4-1. Ja, zou zomaar kunnen. 2-3. 2-3? Lekker, dank je. Doe ik voor jou, Joop. Als Bilate, Verheid en Zwart spelen. Ja. Nee, die gaan niet spelen. Mooi toch, dat die gaan niet spelen. Dat hij gewoon even een kleine analyse geeft. We moeten doorgaan. Juist. Hebben we bij het opnemen van de volgende podcast, dus dan spreken we over 20 september 19:00, nog alle trainers die er nu ook zitten? Nee, zeker niet. En wie zijn er dan weg? Sowieso Dirk Kuyt. Ja. Nou, dat denk ik nog wel. Adrie Poldervaart. Ja. En Jack de Gier. Sven Swinnen. Sven Swinnen weg? Amadruid. Nee, Sven heeft natuurlijk weer een zeer matig resultaat gehaald. Amadruid. 2-0 uit verliezen van Galactico's, daar is ook gewoon te veel druk bij de Galactico's. Ja. Dat is gewoon zo. Te veel druk. Spelen ook zonder vertrouwen. Ja. Maar? Nee. Ik denk dat de Poldervaart wordt ontslagen. Oké. Ik denk alleen Sven Swinnen.
Het is niet dat ik dat hoop, maar dat ja. Ik denk Dordrecht thuis, altijd lastig. Je weet het nooit. En Jack de Gier bij Den Bosch is ook een schande eigenlijk hoe het daar gaat. Bij Den Bosch? Ja, maar dat vind ik echt, want ik vind Den Bosch helemaal niet zo slecht. Nee. Wat saai. Wel saai, maar niet slecht. Nee, maar het is wel een schande hoe ze presteren onder Jack de Gier. Ja, maar ook al wel eens pech natuurlijk af en toe. Maar goed, maar in welke minuut wordt Den Bosch Tophos voor de eerste keer gestaakt? De tiende. Tiende al. Ik denk wel voor rust. De 35ste minuut. Okay. En wat gaat er gebeuren dan volgens jou? Ik denk dat er een vuurwerkbom op het veld wordt gegooid. Okay. Ja. Dat hopen wij niet, hè mensen? Nee, dat hopen wij niet. Nee. Spreek voor jezelf. Als het gewoon veilig gebeurt op het veld, als er niemand... Als ze gewoon een veiligheidsbril op hebben, staat, ja, dan... Ja, dat wel. Ik ga... lontje. Als het met een lontje gebeurt, okay. Ik denk dat ze 10 minuten later beginnen. Oh. Omdat er te veel rook hangt. Okay. Ja? Dus het wordt al eigenlijk van... Ja, het wordt gelijk. Het is gelijk gestaakt. Okay. En hoeveel doelpunten maken Dylan Vente... Maakt Dylan Vente... Zit je het dan nu aan te passen of zo? Oh. Hoeveel doelpunten maakt Dylan Vente meer dan Bannis vrij? Nul. Want die Bannis vind ik echt een leuke spits. Ook Vente ook hoor, maar Bannis die gaat er wel scoren. Dus. Ja, min 1? Of is dat ook 0? Nee, dan mag je... Min 1. Oh, dan mag je wel zeggen. En ik zeg 1. Ik denk 2 keer Vente, 1 keer Bannis. Dan wil ik eerlijk gezegd ook min 1 zeggen. Ja. Want dit wist ik niet, hè? Nee, precies. Okay. Mag hoor. Mensen, helemaal mooi. Jullie kunnen dus ook meedoen met de voorspellingen. Reageer dus vrijdag op die aankondigingstweet. Morgen is de uitspraak... Maar wel serieus graag. Maar wel serieus. Ja. En gewoon een beetje ludiek en zo. Ja. En gewoon echt leuk. En sorry dat we de show een beetje afraffelen, maar dat komt door Mart. Want Mart die moet echt naar Eindhoven toe om nog wat op te halen. Die is een kabeltje vergeten. Die gaat 5 uur in de trein zitten. Mensen. Morgen is de uitspraak. Ja, morgen is de uitspraak van Hero. Spannend. Ja, voorspelling? Voorspelling 2-3. Hier gaan we al, jongens. Die moeten we serieus nemen. Hè? Want Hero is gewoon... 40 uur taakstraf, denk ik. Dat is gewoon een onwijze harde werker altijd geweest voor Heerenveen. Gewoon een arbeider. Ik hoop dat Hero die komt er gewoon met vrijspraak vanaf. Okay. Dat hoop ik wel. Ik hoop dat hij daar gewoon weer terug... Als held onthaald wordt. Ik sluit de elektrische stoel niet uit. Mensen, mag ik jullie bedanken voor deze uitzending. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Doe eventjes een commentje voor het algoritme. Altijd even een likeie en natuurlijk die subscription. Ook op Insta, op Twitter. Nou, jullie weten waar jullie ons kunnen vinden. Dank jullie wel. Tot volgende week. Doedels. Later.